Mijn naam is Martijn Kremers, trainer, facilitator, coach. Ik krijg vaak de vraag van Martijn, als jij teams verder wil helpen, helpt ontwikkelen, zichzelf leren kennen, hoe pak je dat dan aan? Wat is jouw manier van aanpak? Uiteraard is het altijd maatwerk in overleg met de opdrachtgever. Maar wat voor mij echt cruciaal is, is ten eerste een intake met alle individuele deelnemers, met alle teamleden, de opdrachtgever, de manager. Wat verwacht je? Wat wil je? Waar sta je zelf? Wat wil je eruit halen? En vervolgens, vaak met behulp van Spiral Dynamics, wat ik een heel fijn model vind om mee te werken, jezelf leren kennen als teamlid, maar ook elkaar. We zitten elkaars krachten, we zitten elkaars valkuilen, waar kunnen we elkaar aanvullen? En als team, welke waarden, welke competentie vertegenwoordigen we eigenlijk met elkaar? Wat drijft ons als team? En kunnen we daar in een bepaalde richting in ontwikkelen? En dit model geeft wat mij betreft een diep fundamenteel inzicht in waar de knelpunten kunnen zitten en vervolgens handvaten om mee aan de slag te gaan en efficiënter, mooier, beter, sneller te gaan werken. Dat is wat ik doe rondom teamontwikkeling.